Hallo, een nieuwe Trump-update. Ik heb al heel wat verkiezingen meegemaakt hier, echt spannende verkiezingen ook. Maar deze slaat echt alles als het gaat om de sfeer in het land. Want een verdeeld, nou ja, zeg maar gerust verscheurd Amerika gaat naar de stembus te midden van antisemitische aanslagen, bombrieven die worden verstuurd, de inzet van het leger, paniek over duizenden migranten die het land zouden overspoelen. Het is echt een beetje hysterisch aan het worden. Donald Trump ziet de bijl hangen. Hij zou wel eens de meerderheid in het parlement kwijt kunnen raken. Hij staat niet zelf op het stembiljet, maar zijn partij natuurlijk wel in de parlementsverkiezingen. En als dat gebeurt, dan gaan de Democraten niet alleen al zijn beleid dwarsbomen, maar dan gaan ze ook allerlei onderzoeken instellen naar hem en naar zijn kabinet. En dus gaat de president los. Hij kondigt zelfs aan dat er 5000 militairen worden ingezet. We have a very strong border. I called up the military. This caravan is not, they're wasting their time. That's called an invasion of our country. Er is daar natuurlijk al grenspolitie. Donald Trump had al 2000 extra militairen van de Nationale Garde gestuurd en stuurt nu nog eens 5000 militairen vanwege de illegalen die eraan zouden komen. Er zijn straks meer militairen aan de Mexicaanse grens dan in Irak en Syrië. Er is een karavaan in aantocht. Zo'n 4000 mensen uit Midden-Amerika zijn op dit moment aan het lopen door Mexico. Ze ontvluchten armoede en geweld. Ze willen een beter en veiliger bestaan en hopen dat in de VS te krijgen. Die mensen komen over een paar weken aan de Amerikaanse grens. Meer dan 80% van hen zal worden teruggestuurd. Hun asielaanvraag zal worden afgewezen. Een aantal van die mensen zal proberen illegaal het land in te komen. Zo'n karavaan zagen we dit voorjaar ook al. Er was heel veel paniek over in Amerika. Uiteindelijk werden er mensen aangehouden die dus de grens illegaal overstaken. Hoeveel arrestaties waren dat? 14. Dat was het. 14. Maar die nieuwe karavaan komt als een godsgeschenk vlak voor de verkiezingen voor rechts. En de campagne van de Republikeinen, en daar schaar ik ook Fox News onder, draait dan ook op volle toeren. A caravan of illegal immigrants marching on America. Over 7000 strong, the caravan is full of gang members and criminals. Who is tough enough to secure our border? And they're coming in with diseases such as smallpox and leprosy and TB that are going to infect our people in the United States. De toon is: wees bang, Amerika, want duizenden bruine mensen komen je lepra bezorgen als ze die grens massaal oversteken. Nou, dat is niet een nieuwe toon voor de Republikeinen. Angst voor buitenlanders, de grenzen moeten dicht, maar dit jaar is het wel heel expliciet. Trump creëert een gevoel van crisis, van help, er is iets ergens aan de hand, de president heeft onze steun nodig, ga stemmen. En het gekke is, dat is niet nodig om te creëren, want er is al een gevoel van crisis in Amerika. Namelijk, iemand stuurt bommen naar allerlei types op. Er zijn antisemitische moorden gaande. En heel veel Amerikanen denken dan ook, je moet niet meer de boel opkloppen. We moeten juist een beetje kalmeren en bedaren. Maar daar heeft president Trump niet zoveel oren naar. Well, I think I've been toned down. You want to know the truth. I could really tone it up. Because, as you know, the media has been extremely unfair to me and to the Republican Party. Links zegt dat Trump verantwoordelijk is voor dit klimaat, want die man die die bombrieven stuurde was een grote fan van Trump. En de man die dit vuur opende in de synagoge in Pittsburgh, die had weliswaar af en toe ook kritiek op Trump, maar was wel gevoelig voor het argument dat de Republikeinen en Trump steeds van stal halen, namelijk dat die karavaan van immigranten betaald wordt en georganiseerd wordt door Democraten. En dan niet zomaar wat Democraten, nee, vooral globalisten en internationale financiers, de special interest. En wie worden dan bedoeld met dat soort termen? Nou, experts van antidiscriminatiegroepen zeggen dit zijn codewoorden voor Joden. There's a very old stereotype about Jews, that Jews are not loyal to the countries in which they live, but they're loyal to some global conspiracy, like a global capitalist conspiracy, or Jewish conspiracy, or a communist conspiracy. And that's why you disproportionately find that the people who are called globalists, like George Soros, are Jews. Kijk, die mensen zeggen natuurlijk niet, het zijn de Joden. Dat kan je natuurlijk niet hardop zeggen in Amerika. Maar één naam valt steeds, die van George Soros, een miljardair die zich inzet met heel veel geld voor wat hij noemt een opener maatschappij. Hij is de boeman in verschillende republikeinse verkiezingsspotjes, hij en andere minderheden. Prima donna athletes protesting our anthem. Left-wing mobs paid to riot in the streets. Billionaire George Soros bankrolls the resistance. I owe nothing to any leader, any corporation. What a joke. Look at who finances Dan Feehan's employer. Radical George Soros, liberals own Feehan. He'll never be for you.
Het is niet voor het eerst dat die codewoorden langskomen. In 2016 al, aan het eind van de politieke campagne, kwam Donald Trump met een heel donkere spot over hoe het land stiekem wordt gerund door schaduwachtige globalisten. En terwijl hij dat uitsprak, zagen we de koppen van George Soros, daar had je hem weer, Janet Yellen, de voorzitter van de centrale bank, ook Joods, en Lloyd Blankfein, de voorzitter, bestuursvoorzitter van zakenbank Goldman Sachs, ook toevallig Joods. For those who control the levers of power in Washington and for the global special interest, they partner with these people that don't have your good in mind. It's a global power structure that is responsible for the economic decisions that have robbed our working class, stripped our country of its wealth, and put that money into the pockets of a handful of large corporations. Trump zegt niet expliciet iets onaardigs over Joden. Zijn dochter is Joods. Ze heeft zich bekeerd om te kunnen trouwen met een Joodse man. Zijn kleinkinderen zijn Joods. Maar de Anti-Defamation League, die kijkt naar dit soort taalgebruik, zegt dat Trump heel erg duidelijk de taal gebruikt die nationalisten, blanke nationalisten, die racisten herkennen, omdat zij die taal ook gebruiken. Rechtse Amerikanen zeggen, wat een gelul. De Trump-haters zijn nu echt door aan het slaan. Ze zoeken spijkers op laag water. Maar heel veel linkse Amerikanen hebben echt het gevoel dat de president racisten bewust aan het opjutten is. De president heeft één label omarmd, namelijk nationalisme. I said the other day, I'm not a globalist, I'm a nationalist. And they said, oh, that's so terrible, terrible. They said that's so terrible. Oh, I'm for us. Deze verkiezingen zijn een referendum over Donald Trump, maar ook over een visie op het land. En Amerikanen zijn echt heel gespannen voor deze verkiezingen. En de president lijkt alleen maar meer olie op het vuur te gooien. Amerika stemt dinsdag. In de volgende Trump-update heb ik de gevolgen voor je op een rij.